Goedenavond, welkom vanuit de prachtige grote kerk van Tholen. En ditmaal hebben we twee koren volgens mij. Het jonge koor Lois en het jonge koor Ons Eiland. Of het eiland? Ons Eiland. Ons Eiland, kijk aan. En we hebben begeleiding van onze vriend Martin Zonneberg. En zelf vanavond lekker achter het orgel. En je hebt een orkest meegenomen, zie ik. Ik zag Frank Zuidijk, die zag ik ook ergens staan. Maar die zie ik nu niet meer. Maar is die weggegaan? Of? Nee, die staat bij de soprano. Zat die. Oh, die is. Oké. Okay. Maar die gaat wel zingen. Of gaat die spelen vanavond? Die speelt trompet. Die speelt trompet. Ja, nee, omdat hij daar zit. Hij is John Hoekman zingt solo vanavond. Nou, geweldig. Wat staat er op het programma vanavond eigenlijk? Jongerenkoor Lois en Ons Eiland. Ons Eiland staat op Goeree Overflakke. Mm-hmm. Vandaar Ons Eiland. En Jongerenkoor Lois zit in, studeert in Ambacht en in Gouda. In het Oud-Beijerland. En er zijn een paar jongeren van die koren die hier zijn. Want niet iedereen durft het nog aan met de corona. En natuurlijk verder wat instrumentale dingen voor jou en Martin en mij. Ja, met z'n drieën. Nou, hartstikke mooi. En waar gaan we het eerste nummer is een verzoeknummer van de Palenpoort heet dat. Dat is het verzoek. En daar kan Martin wat over vertellen. Dat was een koorlid van hem. Die heeft het verzoek ingediend. Dan geef ik de microfoon aan Martin, dan kan ik ondertussen naar boven. Nou, geniet ervan. Ja. Nou, we kregen een mailtje van Corine. Dat is voor haar moeder eigenlijk. En haar moeder is, dan ga ik even spieken, Corrie van de Heg. En Corrie zit op het koor bij mij, het reformatiekoor. En een van de liederen die haar zo aanspreekt is dat lied van de Palenpoort. Maar er is ook een speciale reden waarom Corine dat voor haar moeder aanvroeg. Omdat Corrie op 3 juli koninklijk is onderscheiden voor al haar vrijwilligerswerk. Dat lied De Palenpoort spreekt heel erg aan. En dat is een lied wat niet op muziek staat. Of tenminste wat nog niet in een bundel stond. En dat is van grootmoeder op dochter. En dat is een lied bij overlevering, zeg maar. En ik kreeg het uiteindelijk via mijn goede vriend en collega Martin de Jong. Die dit lied omgezet had voor mannenkoor. En ik heb hem gevraagd, wil jij het speciaal voor het reformatiekoor omzetten? De Palenpoort, je kunt het eigenlijk al raden. Waardoor Jezus hand mij leidt naar het beloofde hemeloord. En dat eindigt dan zo mooi. Dwars door de storm of diepe duisternis brengt hij mij veilig thuis. Voor Corrie en voor alle andere leden van het reformatiekoor. Ja, dan krijgen we ons tweede verzoek. Ik weet niet of jij die microfoon vast wil houden. Maar het tweede verzoek gaat over Psalm 86. Dat is een verzoek van zwager Lammert. Die mist zaterdagavond geen uitzending. Samen met zijn gezin geniet hij van jullie muziek. Ik wil vragen of jullie Psalm 86 voor hem willen spelen. En dat is vriendelijke groet van Julia Termaten. Julia Termaten. En Psalm 86 is jouw bewerking, Martin. Ja, daar heeft elke organist wel een bewerking over gemaakt, denk ik. Maar dit is een bewerking die ik maakte voor een cd, voor fluit en strijkers en orgel. En ja, blijft een prachtige psalm. Leer mij naar uw wil te handelen.
Ja, en dan gaan we naar de koorzang van Lois en ons eiland. En we gaan vanavond een aantal delen uitvoeren van de Bergrede. Dat stuk is ooit is bewerkt voor koor en orkest door Mark Brandtweken. Dat zijn delen uit Matthäus 6 over de zaligsprekingen. En alles wat erna komt. Dus ik stel voor dat we daarmee beginnen. Kom, we staan allemaal. We staan netjes op 1,5 meter verspreid. Dus zingt wat moeilijker, maar het wordt wel mooi, denk ik. We beginnen nu met 2-3 delen uit de Bergrede. Dus eerste is Psalm 119. De tweede is Jezus spreekt een rede uit. En de derde is de zaligsprekingen met solist John Hoekman. Thank you.
Als je helemaal niets vindt waarmee je komen kunt voor God, ben je zalig. Ja, je bent wel arm van geest, maar hij spreekt zalig en hij geeft, dan krijg je echt het geest. Als je helemaal verbroken op je zonden treurt tot God, ben je zalig. Ja, je bent wel vol verdriet, maar hij spreekt zalig en hij troost, dan is de schuld er niet. Vernederd, niemand minder vindt dan jij, ben je zalig. Ja, zo'n hart met God zachtmoedig, hij spreekt zalig, want hij leidt en geeft je overvloedig. Als je helemaal verhongert en ook dorstig komt, ben je zalig. Ja, dat hart vol van verlangen spreekt God zalig, want hij voedt, dan zal je rijk ontvangen. Nou, dat is heel mooi geweest, deze drie nummers. Ik stel voor dat jullie allemaal weer gaan zitten. En we gaan zo verder met de bergreden. Maar we gaan eerst naar een aantal verzoeken toe.
Er staat hier Psalm 68. Volgens mij ging Joost daar een orgelsolo over geven. Ja. Dus daar gaan we even naar luisteren. Maar de verzoek is van iemand. En dat is van de volgende persoon. Annette van Steenbergen. Beste Peter Wilderman en Joost. Nou, ik heet geen Wilderman, maar ze hebben een R erin gestopt. 25 juni moet ik voor een tweede keer geopereerd worden aan mijn rechterhand. Zouden jullie voor mij Psalm 68 vers 17 willen spelen? Vriendelijke groet Annette van Steenbergen. Joost gaat hier op het orgel doen. Prachtig orgel, hè? Dat Verdam. Ook een mooi orgelsolo voor Joost. En ons tweede verzoek is een verzoek van Mirjam Havenaar. En die schrijft,
Beste Peter en Joost, omdat mijn oma op 7 juli jarig hoopt te zijn, wil ik een verzoek insturen. Het lied Stromen van Zegen. Groeten Mirjam Havenaar. PS, Peter zou het volgende ook nog willen aflezen. Lieve oma, gefeliciteerd met uw verjaardag. Groetjes van uw kleindochter uit Benthuizen. Nou, dat gaan we even doen voor die kleindochter en voor die oma. Toch? Ja, en dan gaan we weer verder met het lied De Bergrede. En volgens mijn lijst althans. Ik zou eigenlijk willen vragen of de twee voorzitters van de koor even naar voren kunnen komen. Dat zijn Erik Duifhuizen en Marita Dekker. Want we gaan even wat over de koren vragen die vanavond zingen. En zonder voorzitters, ja, dan kan je eigenlijk niet echt een koor draaiende houden. Ik weet of er nog een microfoon... Oh, daar ligt een microfoon. Kom eens naar voren, Erik. Erik, jij bent voorzitter van Jonge Koor Ons Eiland. Dat klopt inderdaad. Waar zit dat precies? Want ons eiland, er zijn meer eilanden hier in de buurt. Hè? Dus dit koor zit in? In de Goeree Overflakkee. En we studeren in Oudorp. Ja, klopt ja. En dit is het project De Bergrede. Dat hebben we samen met Jonge Koor Loos gedaan. En nou, Marita, misschien kun jij even uitleggen waar Loos studeert. Jij bent de voorzitter van Loos. Loos studeert in Gouda, in Oud-Beijerland en in Hendrik Ido Ambacht. Dat gaat wel iets veranderen straks, maar dat heeft te maken met de regio Ambacht. We zijn daar op zoek naar iets anders gegaan. En we mogen gelukkig in Hardingsveld-Giessendam gaan repeteren. Dat is goed nieuws, want we hebben te maken met de 1,5 meter afstandsregel. Dus je kunt niet in alle kerken meer gaan repeteren. Dus daar zijn we heel blij mee. En waar studeren wij op ons eiland? We hebben een paar keer in de herstelde vorm de kerk van Oudorp gezongen. Alleen de laatste weken mochten we zingen in een prachtige locatie, de Mekkerstee op Oudorp. Dat doen ze mekkeren. Ja, we hebben ook een paar keer met z'n allen heerlijk aan het knuffelen geweest met de geitjes. Dus ja. Het was geweldig. Ja. En nu doen ze projecten Bergrede. Door het corona is dat er een beetje ingeschoten. Dus vanavond voeren we dat voor het eerst uit. Maar we hebben straks ons kerstproject. Hè? En dat is voor de kerstconcerten. Maar ja. Kan je daar iets over vertellen? Of? Gelukkig hadden wij van ons eiland al een keer een concert gegeven in Goede Reden. Samen met de mannenkoor van Oudorp. En dit is vanavond eigenlijk voor ons eiland het tweede concert wat we mogen geven. En vanaf september hopen we weer een nieuw kerstproject te starten. En we hopen natuurlijk dat er heel veel enthousiaste zangers komen. Ja, en dat hopen we ook bij Loos natuurlijk. Ja, uiteraard. Daar doen we het voor, hè? Dus opgeven kan via de site van ons eiland. Ja, zou geweldig zijn. Ja. Nou, we gaan zingen met het tweede gedeelte van De Bergrede. En dat is het lied. Dan moet ik even... Heilige Geest van God en...
daarna het Onze Vader. We zingen niet het hele complete lied, niet het hele complete oratorium, want er is de avond wordt te lang. Maar dus nu deze twee nummers. Oh.
Nou, dat was het volgende stukje Bergreden. We gaan straks nog een stukje zien doen. Ik zie hier twee solisten, daar wou ik toch wel iets aan vragen. Ik weet niet waar de andere microfoon is gebleven, maar die ligt hier toch ergens? Waar? Achter je, oké. Okay. John Hoekman. Goedenavond. Dat klinkt alsof je uit Zeeland komt. Dat klopt, ja. En hoe is jouw zangcarrière ontstaan? Want je hebt wel een hele mooie stem. Dankjewel. Ik ben, toen ik 16 jaar was op het christelijk samengesteld mannenkoor Zeeland, ben ik opgegaan. En vanaf die tijd ben ik samen met mijn neefje Geert-Jan, zijn we een beetje samen gaan zingen en spelen. En dan heb je je stem, die vibrato die je hebt, is dat natuurlijk of is dat aangeleerd? Voor de werk weet, natuurlijk. Dus toen je baby was, toen had je dat ook ja, al? Ja, ja, ik ben er met een... Toch? Of niet? Ja. Ja. Leuk. Ja, jullie hebben pas een cd opgenomen, hè, samen. Ja, met je klopt. Neef. Mooi. Dus die verschijnt in het najaar. En, klopt, ja. Dat wordt heel mooi, want ik heb een stukje van gehoord. Ja, ik ben er tevreden. Mooi. En dan, dankjewel. Dan is nog een Zeeuw daar, die speelt trompet. En dat is Frank Zuidijk. Die kennen we al van een eerdere uitzending. Ja, dat klopt, ja. Dat was mijn Koningsdag, hè? Ja, dat was in Wouw, hè? Ja. Ja. En wat deed je ook weer in het dagelijks leven? Dat was och, het... Die komt ook elke keer terug, hè, bij jou. ik ben politieagent. Zo. Dus ja, dat is wel wat anders dan dit, maar... En strenge, veel boetes uitgedeeld met corona, toch? Of nee, niet? Nee. Ik oh. Zelf eentje slechts. Dus... Oh, dat is niet zo heel veel. En ik vond mezelf heel terecht. Dus, okay. Want, wat gebeurde er? Ja. Mag je dat niet zeggen? Nou... Dat is
voor een andere keer, denk ik. Okay. Maar je speelt mooi trompet en je gaat zo met een bugel spelen. Dat is... Ik denk dat ik alle nummers met de bugel al gehad heb zelfs. Okay. Dus. Het is een heel warm geluid. En ja, het is anders. Ook, dit is gewoon een trompet, speel je ook piccolo of niet? Of? Nee, heb ik niet. Het is wel een van de dingen die nog op mijn lijstje staat. Je zit misschien ook op het politiekorps of niet? Nee, dat niet. Die bestaat ook, nou, he? Die bestaat wel. Ja. En ik heb er inderdaad wel eens naar gekeken. Alleen, zij repeteren heel veel op zondag, hebben veel concerten op zondag. En jij zit in de kerk. Precies. Dus, ja. Mooi. Ik luister naar het orgel zondags. Misschien mag je de microfoon aan Martin geven, want we hebben een paar verzoekjes. Ik geloof dat ik in mijn briefje zie mevrouw Dorrestein. Ken jij die, Martin? Nou, ik ken wel een paar met die achternaam, maar ik weet niet om wie het nu gaat. Kan je iets meer vertellen? Ja hoor, dat is... Ik wil graag een verzoek indienen voor aanstaande zaterdag. Wilt u Psalm 134 voor onze meester Ebbers en juf Van Delen die jaren zijn geweest spelen? Groetjes, Diane Dorrestein. PS, ik heb het bericht ook naar Joost gestuurd. Maar ik doe het voor de zekerheid ook maar naar u. Dus, dat is het verzoek Psalm 134. Nou, ze zegt nog netjes u, hè? Ja, is prachtig. Ongelooflijk. Ja. Maar ze vraagt wel een hele mooie psalm aan. Zeker. De zegenbede. En dan krijgen we nog een verzoek van Ariette Laus uit Kesteren. Hoi Peter en Joost, ik heb vol bewondering zitten luisteren hoe jullie mijn verzoekje God and God Alone speelden. Ik heb ook heel wat jaren orgel gespeeld en mis mijn orgel nog elke dag. Vooral om mijn gevoelens te uiten.
Wegens ruimtegebrek kon hij helaas niet mee, waardoor ik hem weg heb moeten doen. Daarom heb ik voor deze keer een psalmverzoek. Ik speelde zelf vaak psalm 56. Zouden jullie die willen spelen? Graag ook op het orgel. Die doen we met z'n allen. Dat was mooi, die psalm. Hey Martin, normaal is Joost de woordvoerder, maar die zit nu boven bij het orgel. Maar meestal hebben we ook in de uitzending iemand die iets vertelt over zijn bedrijf. En jij hebt een bedrijf dat heet Klinkt Lekker. Klinkt Lekker. Ja, ik wil er best iets over vertellen. Ja, maar ik weet niet zozeer of dat gelijk na psalm 56 het juiste moment is. Maar ik ga het toch doen. Klinkt Lekker. Ja, wat denk je erbij als je hoort Klinkt Lekker? Dan heb je het over muziek. Ja, je hebt het over muziek. En je hebt het over twee glazen die klinken. Wij hebben, en wij is dan mijn vrouw Marjolein en ik, we hebben inderdaad het Klinkt Lekker opgestart. En dat betekent dat wij huiskamerconcerten geven bij u of bij jou thuis. Moet je natuurlijk wel een leuk groepje hebben. En dan komen wij met muziek en bijpassende wijnen. En bij die wijnen passen weer hele leuke hapjes. En dan kun je natuurlijk zo gek maken als dat je zelf wil. Maar dat is Klinkt Lekker. Dus huiskamermuziek, fluit en piano. Je moet wel zelf de piano in huis hebben. De fluit brengen wij mee. De wijnen brengen wij mee. De hapjes brengen wij mee. En dat is een programma van 5 kwartier, 1,5 uur. En dat inderdaad in overleg kun je dat zo mooi maken als dat je zelf wil. Oh ja, en als de mensen met de auto zijn... daarvoor geldt, het is een wijnproeverij met hapjes. Dus dat betekent dat aan het eind kun je gewoon auto rijden, want het is een proeverij. Je proeft overal. En wij vertellen, zowel Marjolein als ik, wij vertellen het verhaal bij de muziek en bij de wijn. En wij merkten dat als je concerten gaf, en dat doe jij ook, dan zeg je iets over de muziek en dan ga je anders luisteren. En dat is ook zo met wijn. Als je het verhaal bij de wijn hoort, dan ga je ook anders proeven. Van harte welkom. Jij bent ook, ik begreep dat jij als... Jij bent finoloog toch ook? Je hebt toch een cursus gedaan? Ja, ik heb wel een cursus gedaan, maar ik ben nog geen finoloog. Dat niet? Ja, ik weet er wel een beetje wat van. Ik weet, weet je wat jij drinkt? Dat weet ik via Joost weer. Want als ik bij Joost op verjaardag kom, dan komen er eerst 3 soorten wijn op tafel. Ja, iets van een Brunello, Amarone en een Prosecco, nee? Nee, ik denk dat die tussendoor nog een Ripasso heeft. Ripasso. Ja, die jongen weet wat lekker is, zegt hij. Er zit een opbouw in, heb ik geleerd. Ja, er zit een mooie opbouw in. En de Amarone is de lekkerste? Ik vind van wel, maar die kan de strijd wel aan met een Brunello. Ik zou met een Ripasso beginnen. Je noemt wel 3 toppers uit Noord-Italië. Wat leuk. Ja. Nou gaan we weer naar de geestelijk lied, of niet? Is er ook een website van Klinkt Lekker? Ja hoor, klinktlekker.nl. Zonder streepje, gewoon aan elkaar.
klinkt lekker, zonnestreepje, klinkt lekker, .nl. Marjolein op fluit, ik op piano. En 1,5 meter afstand nu zeker? Ja, dat is nu wel zo, ja. Hè? Maar dat gaat allemaal goed. Ja. Ja. Mooi, er staat nog een punt op het programma. En dat is Koster Ad. Die is meestal in deze kerk, vertelt hij wat over deze prachtige kerk. En de vorige keer heeft hij iets over dat luik verteld daar, met dat geheime luik, waar die aanzichtkaart in lag. En nu gaat hij wat over die preekstoel vertellen, die hij helemaal niet hoort eigenlijk. Koster Ad, hoe is het? Goed, ja. Jij ook? Ja, ik zag op de lijst staan dat je weer wat punten uit de kerk ging uitlichten. Dat zag ik ook daar, ja. En dit is de preekstoel die je niet hoort, toch? Waar hoort hij officieel? Die hoort officieel aan de zijkant, hier aan de pilaar. En waarom is die weggehaald? Omdat toen met de restauratie de indeling van de kerk helemaal veranderd is. In het introductiefilmpje zie je een groot wandbord. Dat staat nu aan de andere kant van de muur. Dat zie je bij hem voor een concert begint. Dat stond hier vroeger tussen deze twee pilaren. Dat was de afscheiding tussen de koorkerk en de preekkerk. Nou, de preekstoel hing toen daar en alle banken stonden er in een U omheen. En dit was gewoon leeg, open. Nou, na de oorlog zijn ze begonnen met restaureren, ongeveer plus minus 1948. Dat heeft tot 1955 geduurd. En toen hebben ze heel de indeling van de kerk veranderd. Dus in het eerste schilderij weggegaan naar die kant, is die muur erin gemetseld. En schilderij aan de andere kant er tegen geplaatst. Preekstoel verhangen. En toen hebben ze al deze banken zo gezet zoals ze nu zijn. Plus een andere orgel erin, want dat hing er toen ook nog niet. En waarvoor hebben ze dat dichtgemetseld? Waarom hebben ze het niet opengelaten? Dat is toch veel mooier eigenlijk? Het is veel mooier. En de toenmalige kerkvoordij die had een keus. Die konden kiezen of deze muur erin, of hiernaast een koororgel. Martin heeft voor het koororgel gekozen hebben en ik waarschijnlijk ook. Het kostte alle twee 1 euro. Of 1 gulden toen nog. En, maar puur vanwege de stookkosten. Omdat zo één open groot gat was, hebben ze gezegd van we zetten er een muur in, dan houden we dat, hoeven we dat in ieder geval niet warm te stoken. Er zit ook geen verwarming in. En dat koororgel, helaas, het ligt nog steeds op zolder daar. De kast dan en het binnenwerk ligt bij Henk van Eken netjes opgeslagen. We zijn bezig geweest om het op te bouwen, om ernaar te vragen te doen, maar dat kostte 3,5 ton. En aangezien dat deze ook helemaal gerestaureerd moet worden, hebben we gezegd dat geld gaat die en niet daarin. Inmiddels staat er ook een koororgel boven. Dat heeft wel geteld niks gekost. Dus vandaar. Hey, mag ik je even storen? Ja. Dat enge poortje daar ging je ook wat over vertellen. Dat is, zo eng is het niet. Je moet even draaien met de camera, Chris, want dat is ook een heel bijzonder poortje. Dan moet je even meelopen. Nou, het is helemaal niet bijzonder. Want het is gewoon net als bij jou thuis, een gewone deur. Waar leidt die heen dan, die poort? Dat is een eng gat. Ja, volgens mij waren de mensen toen klein, gezien de afmeting van deurtje. Ik pas er niet in, hè? Nee, ik ook niet. Maar ik heb veel schoppen van mijn vader gehad vroeger, dus vandaar. Maar dit is gewoon de trap naar boven. Bovenop de gewelven. Dan loop je op het dak. Ja, dat is misschien niet voor een andere uitzending. Want, volgende keer gaan we het dak op. Daar kun je wel een overhaal aan doen, want zo schoon is die trap niet. Maar het is gewoon een draaitrapje naar boven. Mooi. 84 treden. Nou, dus als jij hem loopt, dan heb je wel conditie, hè? Ja, dat heb ik wel nodig. Dus volgende keer gaan we het dak op bij de volgende uitzending. Ja, voor de volgende keer. Oké. Nou, bedankt Koster Ad voor deze toelichting. Graag gedaan. Wel leuk om zo groep te zingen, hè? Mooi, hè? Ja. Jij zou zeker ook wel graag mee willen zingen. Nou, niet mee willen zingen, maar ik vind het wel eens fijn. Ik heb een paar weken met jou en Joost opgezadeld gezeten. Nou is het wel leuk met de hele club weer. Ja, dat is zo. Oké. Veel plezier. Ja. Wij gaan weer zingen met Lois en ons eiland. Kom eens staan. Het zijn drie stukken uit Bergrede. Het eerste is Gaat in door de enge poort met solistische rol van John. En dan krijgen we het lied Schatrijk. Gaat over de schatten op de aarde en de schat in de hemel. En dan gaan we naar het laatste lied. En dat is Psalm 119, vers 83.
Thank you.
Nou, dat was heel erg mooi. Jonge Colloers en ons eiland. Bedankt. De bergrede is geschreven door Mark Brandwijk. Dat wil ik nog even noemen. En nou, geef je op voor het kerstproject, zou ik zeggen. Op mijn website peterwilderman.nl of jongerenkoorloos.nl. En ik zie hier nog een paar orkestleden staan. Jullie hebben je opgegeven voor het orkest, hè? Mag ik jou een vraag stellen? Is dat leuk? Ik vind het heel leuk. Doe je het samen of doe je het alleen? Of? Ik doe het alleen. Met je zus? Ja, dat wel. Ja, dat is leuk. En dat hele jonge man hier, hoe oud ben jij, Renier? Ik ben nu nog 14. Bijna 15, vind ik. Ja, dat is wel, jij doet het samen met je vader, die zit op koor ook, hè, hier. Ja, en mijn zus ook. Dat is gewoon een leuke familieaangelegenheid. Ja. En jij? Ik ben 15. Vind je het leuk? Ja, heel leuk. Dus jongens, als je het instrument speelt, kan je ook opgeven bij deze koren. Bedankt allemaal. En ik stel voor dat we verder gaan met het verzoekprogramma. Martin, jij weet zeker wel wat we gaan doen. Want... Ja, Psalm 91. Psalm 91. Oh, we zijn al bijna aan het eind. En dat is een verzoek voor het lid Beb Veldhuizen. Geachte Peter Wilderman, heeft u al snel weer een livestream-uitzending met vier handen? Ik ben niet zo goed met al die media en weet niet hoe ik een verzoeknummer daarvoor kan aanvragen. Het is vandaag 2 jaar geleden dat ik een nier heb afgestaan aan mijn zoon Hans. En zou heel graag voor hem en Hester Psalm 91 willen aanvragen. Ik hoop dat u wilt reageren. Met vriendelijke groet, Beb Veldhuizen. Het één laatste nummer. Mag ik er wat van zeggen? Ja, natuurlijk. Want we gaan dus inderdaad naar de twee laatste nummers. En daar horen twee componistennamen bij. Echte Hollanders. Psalm 91 is een koraalfantasie van Jan Zwart. Nou, dat kent u allemaal direct. Als u de eerste pedaalnoten hoort van dit prachtige Van Damorgel, dan weet u van, oh, dat is 91 van Zwart. En de componist, of tenminste de arrangeur van het slotnummer straks, is Klaas-Jan Mulder. Dus even om de kleur aan te geven. Twee hele mooie, beroemde Nederlandse componisten, organisten, die zich bezig hielden in de wereld van het geestelijk lied. Jij past er ook in het lijstje. Als ja, bijna wel. Als je Zwarte Mulder hoort, dan denk je ook Sonnenberg. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Ja, toch? Ja. Ja. Mooi.
Een hele mooie psalm deze tijd, hè, van corona. Ik zal even het laatste verzoek voorlezen. Dat is een verzoek van Leen Heijboer. Hi Joost, of jullie samen of alleen grote God van Klaasje Mulder willen spelen, speciaal voor mij. Dat is volgens mij een organist uit Sint-Anneland. Nou, het zit er op ons Facebook-concert. Ik denk dat Joost even naar beneden komt. We halen altijd iedereen naar voren, hè, aan het eind. Om iedereen te bedanken. Dus Koster Ad, die komt naar voren. Erik Duivenhuizen, de voorzitter. Marita Dekker en Frank Zuidijk. John Hoekman, komen jullie naar voren? Ik moet jullie even bedanken. En onze cameraman Chris. Die staat achter de camera. Ja, kom maar. We gaan allemaal hier staan. We gaan nu eens een keer de microfoon aan Joost geven. Dat is normaal onze woordvoerder, maar die zat vandaag achter de klavieren. Dus ik weet niet. Ja, daar is hij hoor. Joost, speciaal zijn hagenkant voor de gelegenheid. Jij stond te funnen. Ja, hier is hij. Wat is er? Hallo. Woordvoerder. Ja. Heb je gemist vandaag? Ja, ik jou ook. Ik vond het eigenlijk niks. Sorry. Hey Chris. Ja, nee joh. Ja, we zijn al weken... Ik vind dit niet prettig. We zijn al weken natuurlijk bezig met samen op te trekken eigenlijk. Of samen te spelen. En dan... ja, nu de hele avond zit je daar. Ik moet wel zeggen, het was wel een stuk serieuzer. Dus... Boven? Nee, hier. Compliment. Ja? Ja. Ja, meestal als wij hier lopen, dan pakken we zo'n ding vast of zo, hè? Ja. Nee, maar ik vond het knap. Dat is echt serieus. Dus ik leer daar weer van. Ik heb jouw humor gemist, maar goed. Nee, ik niet. Maar nee. Maar het was mooi. Het was echt fijn om weer... Ook bedanken. Ja, jongens, allemaal bedankt. Ja. Martin ook, hè? Die hoort er ook bij. Nee, even zonder dollen. Maar ik heb echt zitten genieten. Ja. Het was echt weer een beetje ouderwets... ja, gewoon lekker begeleiden met een schitterend koor. Dat zijn er natuurlijk twee, maar het was echt complimenten voor jullie zang. En zeker na één keer repeteren dan zo... Fijn dat ze het deden ook. Ja, ja. Ja. Dus, ik heb genoten van het koor ook. Ja, dus ik wou het koor ook nog speciaal bedanken. Ik zou eigenlijk een applaus willen geven voor je. Geef een applaus voor jezelf. Ja.
Nou ja, verder Martin natuurlijk bijzonder bedankt. Die voor de tweede keer natuurlijk heeft meegedaan. De eerste keer was Dordrecht. Dordrecht. Ja, het viel me op dat je toen ook zei, toen was ik er ook bij, toen zei je ook van nou, het is een stuk serieuzer als Zonnebrecht erbij is. Ja, ik weet niet of dat toeval is. Nee, dat klopt. Als jij erbij bent, dan zijn we altijd heel rustig. Ja, dan ben zelfs jij ben zelfs ik ben rustig. Wel een stuk rustiger. Ja, daar kunnen geen dames pillen heren, tegenop. Mag ik wat zeggen, jongens? Ja, ik heb gewoon de microfoon al vast, dus. Weet je wat ik zo tof vind? Ik vind twee dingen heel erg tof. Dat Peter en Joost gewoon elke week ons allemaal voorzien van concerten. En dat verdient een groot applaus. En een, ja, doe maar hoor, doe maar. Gewoon elke keer weer, hè. En het tweede wat ik tof vind, ik heb maanden geen koor om me heen gehoord. Dat vond ik echt geweldig om gewoon weer tussen de koorleden te zitten. Dankjewel dat ik erbij mocht zijn. En ga zingend de vakantie in. Nou, dat klonk lekker, Martin. Ja, hè? Ja. Dat klinkt lekker, ja. Ja, ja maar, wat hij net zei. Dus, maar goed, de grap moet misschien even onder in beeld. Dan snappen de mensen het misschien. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Concours zit ik net aan te denken. Kan dat nog steeds? Nog steeds, ja. Tot half augustus kunnen mensen zich opgeven die een talent zijn. Of een instrument spelen of zingen. Schroom niet, geef je gewoon op. En je komt dan in de uitzending en dan gaan we hier verder de finale doen. Ja, daar heb ik, zie ik best naar uit. Jij? Ja. Leuk om. Heel tof. En dat kan opgeven kan via de site van interclassicmusic.nl of via www.vierhanden.nl. Ja. En vier is met de cijfer 4. Ontzettend bedankt voor het kijken vanavond. Alle solisten, alle muzici, alle koren. Ontzettend bedankt. Er is ook een link om te doneren zodat wij deze concerten nog even kunnen doorzetten. En wij zien er natuurlijk samen ontzettend naar uit, maar ook met andere muzikanten, om weer echt live concerten te geven waar ook publiek bij is. Ontzettend bedankt nogmaals voor het kijken en zeker alle koorleden bedankt voor jullie prachtige zang. Tot ziens. Tot ziens.